Jou hier in de chat, hè? Nee. Ben je niet daar aangehangen of zo? Waar kan ik meer bommen vinden? Wat bedoel je precies met meer bommen? Want die kan je gewoon kopen. Maar je hebt ook een manier om je bommen te upgraden. Het goede doel. Nee, het goede doel. Nee, helaas niet. Dat wordt waarschijnlijk. Gaan we het daar ook over hebben met onze meeting. We hebben echt nog geen idee. Ik hoop overigens wel dat we er snel eentje vinden. Maar wat betreft het goede doel, nee, nog steeds niet. Ik ga er vlucht van, want lang niet elk goed doel heeft een systeem. Nee, dat klopt. We gaan zeker ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Help Mario de winter door. Jongens, ik denk dat we ons goede doel gevonden hebben. Was het? Help Raging de winter door, dat zou ook nog kunnen. Help Mario. Ja. Sorry Raging, ik zag die van Mario eerst, maar jij was natuurlijk eerder. Ja. Ik kan niet langer kort over zijn, maar dat... Ja. Dan kan ik beter mezelf als goed doen, zeg, want... Nee. Nee, er is nog geen duidelijkheid over een goed doel. Dat komt zo snel mogelijk. Ga dood! Ah! In de meeste turnier krijgt een epic double. Nee, het is een multi-chain. Mario, multi-chain. Moet wel goed zeggen, hè? Je hebt echt niet geluisterd naar Koek en Amir, hè? Jongen. Dit is de nieuwe versie. Natuurlijk niet. Waarom? Ga erop! Waarom jij er niet op gaan? Klimmen. Goed zo. Dat is overigens weer echt geweldig Nederlands spreken. Ik spreek een goed Nederlands. Supergoed. Het goedste. Even een shot daar zetten en zo. Ik spreek goed Nederlands. Zal de Marathon NL, hebben jullie betaald account of niet? Of Emil, inderdaad. Bij een gratis account blijft je stream er maximaal maar 2 weken op staan. Als het goed is. Dat Save Forever is echt een betaalde, een pro-functie. Maar voor zekerheid even nachecken. Ik weet het niet zeker namelijk. Nou, dat werkt goed. Yeah.
Er wordt Ella Apex gerust. Quick to the YouTube. Als het goed is, kan je vanuit Twitch meteen op YouTube zetten. Dat zou een mogelijkheid moeten zijn. Dus ik zou zeggen, hurry up. En zet het op YouTube. Maar, hoe kom ik hier nou uit? Is het idee dat hij verdwaald is ofzo? Geen idee. Auw! Ga weg! Niemand vindt je aardig. Nou wat? Witty chickens kijk. Oh, wacht even. We gaan heel even naar de pauze. Typen met een remote in je hand is niet echt heel handig. Ik hoop alleen dat mijn PC dat aan kan. Maar ja. Dit wordt leuk. Kan ik meteen mijn instellingen bewijzen. Super. Valt nu nog mee? Oh. Ben je daar? Hallo. Hey. Hey, alles goed hier? Zeker, met jou ook? Goed, goed. Mooi zo. Hey. Chat, raad eens wie er is. Da-da-da-da. Doe ze ook. En Rage Dragon wint. Yeah. Jij krijgt een multi-chain. Ja, dat ja. Dus het gaat lekker met Twilight Princess hier. Ja, nou ja, ik zit nu even vast. Ja, maar over het algemeen, je gaat er vrij rap doorheen. Ja, ik moet zeggen, het gaat beter dan ik zelf ook had verwacht. Hoor. Ja, dat had ik met de eerste twee tempels ook al toen ik ze speelde. Dus ja, ja. Dat is schild. Moet ik hier... Is het de eerste keer dat ik Twilight Princess speel? Ja, dat is de tweede keer, maar de eerste keer is 5 jaar geleden ofzo. Ah, oké. Okay. Dus het is redelijk lang. Het is voor mij echt... ja, lang geleden zeg maar. Maar, hoe ga ik hieruit komen? Ja, ik heb je één challenge gegeven. Daar, Ja... Nou, ik heb de helft heb ik al voltooid, dus dat scheelt. Ja, precies, je bent er bijna. Nou, nee, maar... En Nieltje heeft een baard in zijn keel. Nou ja, het is vooral de nasleep naar de marathon. Volgens mij ook, ja. Dus je moet toch boven Koek en Amir proberen uit te komen. En dat is moeilijk. En dat... Ja, geloof ik best, inderdaad. Het zal niet moeilijk zijn. Chat wordt volgens mij nog wel in de gaten houden. In ieder geval kijk ik mee met de chat. Ja. Help! Ik kan er niet meer uit. Ik had nooit in het water moeten springen. Nee. Is het nergens een uitgang bij de muur ofzo? Nee, helemaal niet. Ik ben al 3 keer rondgelopen. Ik kan nergens opklimmen of wat dan ook. Ik ga even kijken of ik van mijn map iets wijzer word. Over het algemeen niet, maar ik weet het nooit. Is er iets wat in een waterbom moet gebruiken misschien? Ja, dat zit ik ook al aan te denken. Gewoon niet. Ja, ik kan natuurlijk niet verder inzoomen. Ik zal weer balen. Ik zie daar wel... Ik ga ze even op onderzoek uit. Nee, de laatste keer dat ik deze tempo heb gedaan, dat is vorig jaar. Dus ik zou het ook echt niet meer weten. Dat is, ja, dat heb ik. Ik zag eruit dat het gebombardeerd kon worden, maar heb ik net al gedaan. Maar weg, ik vind het. Oh, wacht eens even. Nee, dat is geen. Check. Geen idee. Ik ga gewoon maar random bommen spammen en als ik niet goed heb, dan is het weg.
Ja, dan zit je vast. Ja, dan, dan is het save of view starten. En, de muren zien er ook overal hetzelfde uit. Het scheelt weer. Ja, echt, dat is... Normaal is het wel obvious, maar... Ja, het lijkt erop dat je dit kan bombarderen, maar ik zou niet weten waar naartoe. Het zou ook heel onlogisch zijn. Ja. Dat zit ik ook een beetje op de letter, zeg maar. Hoe logisch is het om ergens een bom te plaatsen? Ja. Is er nou zo'n hookshot target boven het water? Dat is eigenlijk wel een hele goeie. Oh, zo verslaat de beesten dus. Nooit geweten. Hookshot. Weer wat geleerd. Kijk. Oh ja, wacht even. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is niet handig. Ik ga even kijken. Je kan nergens bovenop een platform staan, hoor. Nee, helemaal niet. Dat is het juist. Spend. Het is echt heel weird. Dan zou je denken, dan heb je iemand van Twilight Realm Marathon en Zelda Marathon NL en die komen niet voorbij. Nee. Een stukje water. Nee, wacht even. Ik kan hier staan. Oeh. Maar ja, het ziet er niet op. Nee, ik kan gewoon echt helemaal nergens op. Dat is ook wat. Serieus. Is het echt zo simpel, ja? Gevonden. Sinds wanneer kan je items in water gebruiken? Of niet voor je hoek? Ja. What the hell? Oh, dat is het echt waar. Ja. Wow. Is dat ook extra van wat? Maar, 500. Ja, eindelijk. Maar we zijn er nog niet. Moet ik eerst inderdaad. Cengiz, welkom. Oh, Cengiz. Of ja, Cengiz. Ik heb geen idee hoe ik. Ik ook niet. Sorry man. Maar ja. Nee, hier moet ik zijn, hè? Maak een progressie. Yeah. En nu ben ik best ver volgens mij. Ik denk dat je zo het einde nadert. Ja, nou ja, hier zit je natuurlijk... ja, die ga ik niet verslaan, ga weg. Hier zit natuurlijk die gap, dus dan moet je met... Ja, oh, tuurlijk. Het is nu niet moeilijk genoeg, dus we gaan er nog even een waterspuit erin gooien. Ook zie. Moet je dat serieus doen, ja? Sorry voor mijn toetsenbord, ik heb een mechanisch toetsenbord. Oh ja, geen. Waarschijnlijk door. Geen probleem. Waarom ik mezelf niet opgeef om streamer te worden? Ik denk dat ik het momenteel nog niet kan. Ik werk op een iMac. Dus... Waarom zou je dan niet willen streamen? Is niet zo dat de software er niet goed op werkt? Weet ik niet. Dan zou ik even moeten kijken of XSplit op Mac werkt. Ik heb sowieso wel webcam Max. Dat kan je in ieder geval ook gebruiken om te streamen. Ja. Samen met, geloof ik, media encoder van Flash. Dus wie weet. Ja, misschien niet op Twitch, maar dan via andere sites ofzo. Ja, dus ik ga er onderzoek naar doen. Zeker. Als je hulp nodig hebt, laat het weten. Top man. Ik weet ongeveer wel hoe je zo'n stream in elkaar zet. Alhoewel ik net ook probleempjes had. Maar... Het hoort erbij, hè? Ja, nou, dat vind ik echt zo vaag. Want mijn Wii doet hij gewoon. En op het moment dat ik een spel van mijn Virtual Console pak, dan zegt hij gewoon nee, ik heb geen zin om te werken. Ja. Dus daar moet ik toch nog weer even een andere oplossing voor gaan vinden. Rating Dragon gaat ons verlaten. Nee! Wij zijn minder interessant dan een anime schijnt. Ah, oh, nou ja. Hè? Dan ga je maar lekker weg, jongen. Nee, Rating. Tof dat je er was en ik zie je... Ja, ik spreek je sowieso nog wel. Zeker over deze community stream en zo. Want Rating zou daar ook mee aan gaan werken. Dus dat komt allemaal goed.
Gaat helemaal goed komen. Wacht even, heb ik nou iets fouts gedaan? Volgens mij moest ik